Het is de bedoeling dat het Nationaal Indoor Stadion, ook wel Antoninesti Sporthal, van een non-profit organisatie overstapt naar een commerciële instelling om inkomsten te genereren. De plannen hiertoe zijn op donderdag 2 september 2021 door de Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor Stadion aan president Chandrika Persat Santokhi gepresenteerd. Binnen deze plannen liggen ook het renoveren en moderniseren van de accommodatie om zodoende ruimschoots te voldoen aan haar doelstellingen. Wij hadden een gesprek met NIS-directeur Joël Martinus. La bedoeling voor kona president na presentatie hoe kon presenteer a projectplan voor Antoninesti Sporthal die president lek edeman voor akondre voor kenki pak serie sau kan do nanga akabo sau presenteer wel u presenteer a de nieuwe fasel sani voor akabo voor cara akabo kon voor een set gebouw kon een renovatie voor een oude gebouw naar een nieuw gebouw, een nieuw gebouw qua bagage naar een zwembad, een internationale zwembad, want je kan ook te voet gaan bouwen jeuk op dat lekva Olympische beoordeling zodat of na komende 2 jaar of 3 jaar, I don't know, dat ook kan abiwan to zwemmer moro kan doen meenemen deel naar Olympische. Hoe mijn project die zo kost? Een project die kost aan voor ongeveer 15 zoveel miljoen dollar. Van een president reageert op is die? Reageer, ik van een president moest reageren. Normaal, ik vier happy van reageren, want ik ben reageren, want vast is aan het boom. Maar ik denk dat ik direct is op dat mina right to the point. En mijn breedte van reactie voor de president, dat de breedte van de presentatie, dat mijn taken zo boem aan de happy. Idee van Pisba, directeur Foodness, zijn er denk ik in jaar kon je schrijven? Heel veel meer in vier ruimte, naar mijn eigen middel. En ook door bepaalde zijn etelijke honderd apprecie voor mij en zo. Eigen kosten, benzine en zo, bla bla. Nou, een COVID-situatie, de NIS verdient money, faya si apistor di si? Wel, altijd een oplossing, de evolution voor de COVID, dat nooit we doen zijn in een regering periode. Ja, zo. We moeten beginnen leren vliegen naar een COVID-systeem, ja, zo. Dat trasende daarom we gaan naar een nieuw gebouw, naar bakasie appartement complex, voor kan dat NIS abouang een sensatie harmonie kon naar Astekting. Een gebouw is een jongen en ten NIS die arena, ik kan vertellen hoe overhanding die is, zei je? Wel, we presenteren en ook je voorstellen naar een president, ook toe betak, ook toe dan we presenteren ook toe je minister voor ons, Emmanuel Gracia en vice-president Ronnie Brunswijk. En ik denk dat de man moest je goedkeuren dat ja ook aan kink aan nee want internationaal is portaal ook toen nog de tapo van mijn taken aan de vastgelegd dat na internationaal is portaal gewoon een nationale indoor stadion maar in volop moet voor de karen internationaal is portaal dus ik zei dat ik gewoon poten internationaal is arena omdat aan nou once aan nog maar gebeurd dat we tapo a train dat in ook toe a gebouw alle soorten zijn niet op de entertainment, sport, alle soorten zijn niet op ze. En we vinden dat je voor aan een internationale arena, dan denk ik dat dat morgen. De presentatie is ook naar de regeringsraad, zou je verwacht? Ik verwacht een goed antwoord, een goede reactie van de regeringsraad. Want ik denk dat alles maar happy is aan de presentatie die zie, alles maar zou presenteren. Nooit meer is wat negatief, dat ja, dit is no boom of zang. Wel, is op kan de bepaalde smaak, kieching advies dat hij veel disco, pot disco eten en zo. Maar mijn presentering is nog eens maar dat meer dat hij een project is no boom, een plan no boom.